Ja! Go, ja, welkom bij een nieuwe voetbalfits. Zo zit je met 15 man om de tafel. En vandaag maar met 4, waarvan de 2 van voetbalfits. Daan en Aaron, welkom. Hallo. Hoi. Oh, nu ben je in één keer rustig. Normaal, ja. Kijk, voor het kijkers thuis, Aaron is echt de meest drukke persoon hier en nu zegt hij weer niks. Dus ik ben heel erg benieuwd. Hij was het de hele tijd aan het praten. Ja. Ja. En nou gaat hij helemaal niks zeggen. Ja, precies. We hebben ook een bekende, voor de Katwijkers een bekende aan tafel, Vink. Ja, hallo. Vriend van mij, leuk dat je aan tafel bent. Ja, ik vind het jammer dat het niet zo druk is eigenlijk. Dat had ik veel leuker gevonden. Ja, is het leuker gevonden? Ja, vind ik wel. Ik ga het er wel goed op chaos. Nou, kom je de volgende keer weer, ja? Ja, dan zorg ik dat ik me maandag vrij houd. Oké, is goed. Dat is een afspraak. Ja, ik heb juist jou hier neergezet, omdat het niet druk is. Ja, ik ben wel beeldvullend. Ja, dat precies. En ik heb hier rest van mij een jongen. Kevin, stel je even voor. Ik ben Kevin Brummel. Ik ben scheidsrechter bij VV Katwijk. Hoe oud ben jij dan? 15 jaar. 15 en al scheidsrechter? Ja. Vanaf welke leeftijd kan je scheidsrechter worden? Ja, van ongeveer een jaar of 10, denk ik. Oh, wat? Denk ik. Hebben jullie ooit een keer een scheidsrechter een jaar of 10 gezien? Nee, niet 10 jaar, maar ik heb het wel eens een keer zelf gedaan. Oh. Ik ook. Oh, jullie hebben wel eens een keer gedaan. Ja. Oké, okay. Maar jij bent wel echt officieel, jij wordt echt ingedeeld als scheidsrechter. En hoe lang doe je dat al? Dit wordt nu mijn 2e jaar. Leuk. Keihard. Vet. Nou, daar komen we zo even op terug, want het schijnt week van de scheidsrechter te zijn. En daar mag jij straks wat dingen over vertellen, als je dat weet in ieder geval. Ik kijk even op mijn lijstje. We hebben een heel kort programma. We gaan er snel doorheen. Volgt hier iemand Quick Boys? Nee. Niemand? Niemand. Vraag je aan Lui van de Rijnvogels en VV Katwijk. Volg je Quick Boys? Ja, wel slim, man. Ja, kijk, ik dacht, moest even. Je weet alleen wanneer ze verliezen. Dit is week van de scheidsrechter. Wat houdt het in? De week van de scheidsrechter is dat alle scheidsrechters in heel Nederland en volgens mij ook gewoon in heel de wereld in het zonnetje worden gezet om hun vrijwilligheid of omdat ze er gewoon staan. Oké, okay. En hoe worden ze in het zonnetje gezet? Ja, op verschillende manieren. Krijg je dan een nieuw fluitje? Krijg een nieuwe kaart, hè? Lijkt me wild, jongen. Vet. Hey, heb je wel eens situaties meegemaakt die vervelend zijn op het veld? Nee. Gewoon helemaal niks? En fluit je ook wel eens jongeren van je eigen leeftijd? Nee. Ook niet? Welke dan ongeveer tot welke leeftijd? Ik fluit nu tot 15. Nou, dat is jouw leeftijd? Mijn eerste wedstrijd wordt nu tot 15. Oké, okay, duidelijk. En, maar heb je dan niet zo eens een keer dat mensen zeggen van ja, je gast, je bent ook nog maar een kind en dan houd je bek of zo? Gebeurt dat wel eens of niet? Nee. Oké. Okay. Hey, ja, jij zit er. Ja. Jij kan die voorstellen volgens mij, Vink. Wat? Nou, dat je luistert naar iemand van je eigen leeftijd op het veld? Nee. Dat zou voor mij echt niet aan de orde zijn, om het zo te zeggen. Ja. Je hebt ook gevoetbald, toch? Ja, heel kort. Niet echt lang. Waar? Ik heb in Wassenaar gevoetbald. Wassenaar? Blauw-zwart. Ja. Oh. Weet ik gewoon. Ah, goed, waarom? Ah. Jullie hebben ook vragen volgens mij een beetje bedacht voor een scheidsrechter. Ga je gang. Hoeveel wedstrijden doe je per week? Dat ligt eraan, soms 2 en soms gewoon 1 en soms helemaal niet. Ben je niet kapot na 2 wedstrijden? Dat zit in heel de week. Oh, een hele week, oké. Okay. Maar het zijn de wedstrijden toch alleen zaterdag? Of nee, je hebt ook oefenwedstrijden door de week. Oh, en dat doe je ook. Okay, lachen. Ik vind het wel gaaf hoor. Zeg maar, het is gewoon scheidsrechter zijn. Dat is best wel de beste plek eigenlijk op het veld. Want iedereen moet naar je luisteren. Ja. Wat moet je ervoor doen om scheidsrechter te worden? Gewoon aanmelden bij je club. En is er dan een cursus voor of iets? Die cursus kan je later volgen als de club het je aanbiedt. Uh-huh. En in principe krijg je zolang je fluitbegeleiding mee. Totdat ze zeggen het is genoeg, je kan zelf. Fluitbegeleiding, hoe ziet dat voor? Hoe ziet dat eruit? Scheidsrechtsbegeleiding. Uh-huh. Okay. Dan staan ze aan de kant en dan in de rust geven ze punten wat je goed doet, wat je niet goed doet. Oh, vet. Oké. Okay. Ik heb nooit in verdiept eigenlijk. Ja, maar jij hebt volgens mij nooit echt veel met voetbal gedaan. Nee, dat klopt. En ik presenteer het wel. Aaron, is dat voor jou? Nee. Ik heb jou gezien afgelopen zaterdag. Ja. Alweer. En je had weer een grote bek. Ja, zeker. Hoe kan dat dat je dat niet kan tafelen? Maar die scheidsrechter was een beetje dement. Ja, dat is waar. Stel, nee, want ik werd diep gespeeld, maar er stond iemand van ons team.
stond buitenspel. Nee, dat is een grensrechter. Nee, maar toen met Thomas, die stond wel buitenspel. Ja, daar kan de scheidsrechter. Nee, maar toen hij ging gewoon zelfs een stapje opzij, zodat ik erdoor kon, zodat ik kon scoren. Ja? Fluit de scheidsrechter af, terwijl die speler die buitenspel stond, niks met het spel te maken had. Oké, dat is. Maar misschien stond hij vanaf een verkeerde hoek en leek het dat hij werd aangespeeld. Nee, maar ook de grensrechter wijst die kant op. Hij geeft het voor de tegenstander, hoor. Dat is raar. Ja, maar je ging er wel goed op. Hard op. Je trok je bek open. Ja. Hard op. Ja, ben je weer gelopen gillen, hè? Nou, niet gillen. Was die weer een tampie? Wie? Ja, die scheidsrechter. Ja, die scheidsrechter was dement. Nou, dat is een tampie. Ja, ik hoorde langs de kant van het veld, hoorde ik iedere keer, Aaron, bek dicht. Dus ik dacht, het is weer zover. En wat doe jij in zo'n situatie? Zeg je dan ook dat hij zijn mond moet houden? Nee. Of? Oh. Maar dat werkt wel niet. Ja. Dus ik kan het wel gaan zeggen, maar hij luistert toch niet. Je hebt geen overwicht. Dat is hetzelfde met luisteren naar eigen leeftijd, denk ik. Ja. Wat nou als hij, als Kevin het had gefloten? Een leeftijdsgenoot. Kevin is misschien 1 jaartje ouder, jij. Hoe had je er dan op gereageerd? Ja, dat weet ik dan niet. Ongeveer. Kan je jezelf hoe die had gefloten? Ja, als hij al was. Dezelfde situatie. Nou, weet je niet. Dan zou ik wel even iets zeggen, denk ik. Ja. Ja? Ja. In zo'n situatie, wat dan zou je dan doen als die gasten grote bek geven? Ja, gewoon een toeloop en zeggen ze laatste keer en als het door blijft gaan is het eruit. Kijk, hou ik van. Ja, maar het lijkt me lastig hoor, met mijn eigen leeftijdsgenoot. Ik weet niet, je zit op zo'n leeftijd dat je dan denkt. Ja, maar ik denk dat het altijd wel een speciaal soort, niet beregend bedoeld, een speciaal soort mensen is die zich aanmeldt voor scheidsrechter. Die dat wel kunnen. Ja. Niet zomaar iedereen gaat het doen. Nee, dat klopt. Ik denk dus jij moet je boven de rest neer kunnen zetten. En gewoon zeggen inderdaad wat hij zegt. Van, ja, nu klaar. En anders straf. Kan jij beschrijven waarom jij scheidsrechter wil worden? Nou, ik vond het leuk en zo. En vroeger keek ik ook altijd uit naar die ene man. Eigenlijk 3 in het andere uniform. Oké, je bekeek het eigenlijk altijd al van te rijden. Ja. Gaaf, vet. Ja, man. Hey, word jij nog in het zonnetje gezet? Weet ik eigenlijk niet. Oh. Ligt er helemaal aan. Weet je wat, beloven dat we, als we in de komende winter, dat gaan wij jou eens een keer een zonnetje zetten. Maar dan moeten we ook een challenge met jou gaan doen. Dat vind ik goed. Ja. Wat kunnen we een challenge met een scheidsrechter? Geen je toch voetbal tegen de team hieromheen? Ja, we hebben zat challenges op een lijst staan, maar een challenge met een scheidsrechter. Dan heb je een scheidsrechter nodig. Ja. Maar dan zit je hem toch half in het zonnetje. Je moet er wel een beetje naar jullie kijken. Ik heb jou zien voetballen. Dan mag hij 3 rode kaarten geven. Dan mag hij 3 rode kaarten geven. 1 aan Daan. Ja. Nee. Daarom gesproken. Voelt dat lekker een rode kaart geven? Nee, niet. Oh, je moet het geven? Nee. Wow. Geel? Ja, geel. Dat wel. Oké, voelt het lekker zo'n ding uit te trekken? Nou, ligt eraan. Ja, niet doordrinken, denk ik. Het ligt er helemaal aan hoe het is gegaan. Ja, precies. Hey, mag ik jou in ieder geval bedanken voor dit gesprek? Ja. Normaal zou naar een andere tafel gaan, maar er valt 3. Niks te... Er is ja, dat gewoon doen. 2. Nou, we hebben een nieuwe tafel. Zoals je ziet is er heel veel veranderd. Fink, zit hier naast me. Ja. Zoals ik gewend ben. Dat klopt, maar normaal zit ik aan die kant. Oh. De vorige keer zat ik aan de andere kant van je. Jij sprak toen die kant naar me toe. Als je het omdraait, zat ik daar. Oké, ja, duidelijk. Prima, dankjewel. Wauw. Hey, Vink, wij hebben een leuke actie gedaan. Met Podcast, een heel ander kanaal. Maar wat hebben we gedaan, Vink? Wij hebben de... Ik weet geen eens. De regenboogvlag. Ik weet ze echte naam geen eens. De antidiscriminatievlag? Oh, de homovlag. Nee, dat is niet de echte naam. Maar die hebben wij in Katwijk op allerlei plekken opgehangen. Ja, inderdaad. Onder andere ook op voetbalclub Katwijk. En de Kijk Boys hebben er zelfs 4 gehangen. 4 van die vlaggen. En die hebben er de hele dag gehangen. Ja, precies. Heb jij hem nog gezien bij Katwijk? Niet opgelet. Oké, heb je er nog wat van meegekregen op school? Ja, dat wel. Ik heb het filmpje zelfs gezien. En welke school zit je? Andreas College Rijnmond. Ah, precies. Ja, ja, inderdaad. Ja, daar hebben ze hem ook laten hangen. De vlag ging niet bij Welland, maar hoe kom je aan je informatie dat het niet mocht? Ja, jullie hadden een gesprek met een leraar, meneer Prigge. En die zei dat hij zelf niet iets voor alle docenten mocht beslissen. Ja, dat klopt inderdaad. Maar hoe komt die informatie bij jou? Ja, heb jij verteld. Maar niet hoor. Maar maakt niet uit. Nee. Ik snap het niet. Hey, maar toen Bryson die zei dat. Heb je nog op school nagevraagd? Want Bryson die zei, die vroeg aan meneer Prigge, waar hangt de homovlag, want die zou er toch komen. Ja.
werd hij helemaal boos. En nee, dat mag niet. Ik mag niet zelf. Mag ik niet voor heel de school beslissen? Ja, oké. Okay, beslissen. Ja. Hij gaat gewoon elke dag naar de kerk en hij is gewoon tegen. Ja, dat is het gewoon. Ja, nou, ze zeggen dat Welland is nog op zoek naar hun identiteit en wat ze daarmee aan moeten. Die gaan ze nooit vinden. Dat klinkt wel heel vreemd. Aangezien het een vlag is, zeg maar, die staat voor die iedereen representeert en niet selectief. Dus hoe kan je dan, zeg maar, op zoek zijn naar je identiteit, maar niet de vlag die daar juist voor staat, kunnen hijsen? Ja, nou ja, ze zeggen dat het de vlag is daarvoor, maar toch ziet iedereen het als een homovlag. Dus dat is zijn redenatie erin. Ja, maar je hebt toch vast wel homo's op school lopen dan? Ja. Dat is een lesbiennes. Ik bedoel, Aaron die loopt er. Hey, wat vind je ervan? Er zijn die vlag ook bij de voetbalclubs gehangen. We hebben er heel veel respect voor gekregen. Blij met dat niet down. En zijn er ook homo's op de voetbal? Slyon. Geen idee. Nee? En ken je er geen één? Nee. Ja, ik en Daan. Ja, hier. Ik ook Daan. Oké, dit gesprek escaleert hier volgens mij. We zitten nu even te praten. Laten we even naar een instartje kijken van de video van podcast. Anders weet je misschien waar we het over hebben. We staan nu bij Rijnsburg Boys en we moeten andere vlaggen afhalen om deze te kunnen ophangen. Maar wij zullen natuurlijk wel de andere vlag in de brievenbus duwen. Oh, wat nice. Laat eens als een haakje achter. Oh nee, de hoogsponsor BBE. Groen is de basis. Gratis reclame. Toch wel weer even €1000 bespaard. Je bent een kant vergeten, Roel. Ja, de onderkant. Gaan we half werk leveren? Oké, we gaan half werk leveren. Dit is de vlag van de hoogsponsor. Die moeten we wel eventjes teruggeven. Dus we doen het even hier doorheen zo. 1, 2, licht gaat aan. We zijn aangekomen bij de Pieter Groen in Katwijk Noord. Hij is een pro hierin, hè? Oh, hij gaat omhoog. Hey Rems, hoe voelt het nou dat je dat doet op je eigen oude school? Het voelt echt geweldig. Mevrouw Remeri, still love you, babe. Maar, dit is best wel een vlag des secreten, man. Oh, ik ben niet zo enthousiast als de rest. Dat komt omdat ik nooit enthousiast ben. Ja, mag ik een kauwgompje? Nee. Of kauwgompjes in iemand zijn keel gooien is een homospelletje. Nou. Duimpie. Shoutout naar VV Katwijk. Prachtig oppoot. Wij hebben bij Quick Boys gewoon 4 vlaggen opgehangen. Sorry man. Sorry Quick Boys. We waren op de top die nacht, hè? Zo, echt. Oh. 20 van die vlaggen. Maar echt. We hebben het op plekken gehangen waar normaal die dingen niet zullen hangen. Nee. En ik heb jou zien klauteren, maar Quick Boys was echt het unicum hoor. Dat 4 van die, volgens mij stonden er wel 6 op een rij geloof ik. We hadden er 6 kunnen hangen, maar we kozen er voor 4. Ah, oh, ja, fucking vet. Hey, vind je dat die vereniging zelf zijn vlag moet gaan hangen? Ik vind dat eigenlijk alles en iedereen die geen vlag heeft gehangen qua vereniging en zo zijn. Dus zodat je iedereen representeert. Ik vind dat je het gewoon op zou moeten hangen. Heb jij nog iets, vind jij nog iets over die vlag? Vind jij dat het belangrijk is dat zo'n vlag gehezen wordt? Of zeg je... Iedereen moet gewoon vrij kunnen leven. Ja, en vind je dat de vereniging zo'n vlag moet hangen? Ja. Nou, en jullie? Heren aan deze kant? Homo's? Dat zeg je net zelf. Dat zeg je net zelf. Hey, hallo. Ik vind van wel. Ja? Ja. En waarom? Nou, omdat... stel voor... weet ik veel, Rijnvogels die had, die zou, zeg maar, tegen mensen die homo zijn, die zou zeggen, nee, jullie mogen niet bij onze club omdat jullie homo zijn. Ja, zal zoiets gebeuren? Nou ik denk het niet, maar ja, stel wat zou er gebeuren als iemand uit de kast komt in jullie club, in jullie team? Het is een tijdje terug toch, dat een profspeler uit de kast is gekomen. Wie dan? Van voetbal. Ik weet niet meer, volgens mij een buitenlander. Zeg maar van buitenlandse voetballer. Over buitenlanders gesproken, daar komen we zo wel op. Maar, over discriminatie hebben we het dan over. Ja. Maar als iemand in je team... Dan zouden er waarschijnlijk best wel veel, of 3 of 4 of zo, zouden er dan geen teams zijn. Dus gewoon 4 teams niet. Ja, dat klopt. Want hoeveel procent? Dat zeg je heel goed aan. Er is heel wel één school waar het niet mag, de voetjeschool. Dat is echt zo heel christelijk school. Als je daar denk ik uit de kast komt, mag je gewoon lekker naar een andere school op zoek. En waarom is dat zo? Hele christelijk. Die meisjes daar mogen geen spijkerbroeken. Helemaal niks mag je daar.
Oké. Okay. Maar Kickboys is ook een christelijke club. Volgens mij, wat ik weet wel vanuit de grond vandaan, is Kickboys best een christelijke club. Volgens mij Katwijk ook wel, maar bij Kickboys, volgens mij is het hele bestuur CDA, om het zo te zeggen. Oh, CDA. Ja, ze zijn wel vooruitstrevend, ja, maar alsnog, het is... Ja. Mensen nemen het christendom heel erg als argument erin dat het dan niet zou mogen. Precies. Maar als Kickboys zeg maar de christelijke club is en laat zien dat het daar wel mag, ja, dan is dat geen argument meer in de discussie. Op velden wordt heel vaak geroepen, homo dit, homo dat. Maar ik denk dat het heel luchtig en makkelijk is. En als je nou echt homo bent? Ja, dan... ik denk persoonlijk dat je zelf... jij kiest ervoor om aanstoot erop aan te nemen. Dus dat, ik denk, dat is met alles zo. En dan, dat meteen, dat neemt niet meteen mee dat die dingen allemaal erg zijn die ze roepen. Maar alsnog, jij besluit zelf dat je er aanstoot aan neemt. Je kan het ook luchtig doen. En, want uiteindelijk zullen die mensen zeggen, ja, ik bedoel het niet zo, maar het flapt er nogal snel uit. Ja, precies. En dat is denk ik ook een beetje het nare daaraan ergens. Ja. Aaron, een hele persoonlijke vraag aan jou. Jij hebt twee moeders. Ja. Heb je daar wel eens commentaar over gehad op school of op voetbal? Nee, nooit. Nooit? Nee, ik wist het ook niet eens. Oh. Of vertel je het gewoon niet? Ik vertel het wel, maar het moet gewoon. Ik ga het niet random vertellen opeens. Ik heb twee moeders, ja. Bij de ontmoeting van het team. Hé, ik heb twee moeders, en jij? Ja, wie zegt het nou weer? Nee, maar ik bedoel, als je... Ik ben nog hier op kantoor, ik weet niet meer wie het was. Die zei je moeder tegen Aaron. Toen vroeg hij welke van de twee. En die ging helemaal verbouwereerd. Hé, maar je vertelt wel eens een keer. Maar heb je nooit een keer dat je iemand verteld hebt en dat je daar een hele vervelende reactie op kreeg? Nee. Oké, nou. Dat is wel toch wel mooi, hè, 2018. Ik denk dat het misschien veel groter, zeg maar, te erg wordt uitvergroot dan dat het eigenlijk is. Nou. De anti, laten we het zo even noemen. Ja. Die regenboogvlag staat ook voor gewoon überhaupt discriminatie. Of je nou zwart bent, of geel, of blauw, of roze. Stel voor je was roze. Roze zou wel een mooie kleur zijn. Ik zou het wel vet vinden, eigenlijk. Ja, of als je elke dag een andere kleur kan zijn. Oh, ja. Ja. Hey, jaren geleden zijn er bananenschillen gegooid naar een scheidsrechter. Zo, ja, dat... het staat nog steeds in het woordenboek, het bananenincident. Staat in het woordenboek? Het staat in het woordenboek, in de dikke van Dalen. Leg even aan de jongeren uit, ze weten het echt niet. Er was een Surinaamse scheidsrechter, was het geloof ik, bij Kickboys. En ik weet niet meer tegen wie ze speelden, maar ineens gooide iemand uit het publiek... die gooide ineens bananen op het veld. En het was de wedstrijd gestaakt. Het was de hele tijd al over en weer. En ineens gooit hij echt... Volgens mij waren het er zes. Gewoon zes bananen. Mag er niet om lachen. Het is... Nee, maar het is zo absurd. Ja, waarom denk je? En ze maakten al de hele tijd apengeluiden. Oh. Oh. En meneer was van, dat is wat ik me ervan kan herinneren. Misschien zijn de geluiden wat... Maar de bananen erop gooien, ja... Nou, het is eigenlijk heel niks, maar ergens zegt het heel veel. Dankjewel, Vink. Ik zou ook gewoon de wedstrijd staken. Ja, natuurlijk. Hey, luister, bananenincident. We gaan langzaam afsluiten. Heb je wel eens een keer op het veld iets dat... dat er discriminerende of racistische opmerkingen gemaakt worden? Bij jullie, in ieder geval? Bij ons niet. Nee. Jij hebt het meegemaakt? Nee. Bij het eerste misschien ook niet? Nee. Nou, dan gaat het best wel goed. Niet dat ik heb gehoord. Als de jeugd dit niet herkent. Nee, het is denk ik ook niet echt meer van deze tijd. Oké. Okay. Nou. Hey, luister, we gaan even alleen ter afsluiting een voorspelling doen. En ik wil alleen maar één voorspelling horen. Dat is Rijnsburgse Boys Katwijk, de derby. Wat gaat het worden? Ik denk 2-1. Dit was vorig jaar. Oh, gewoon de herhaling. Ja. Vorig jaar. Wat denken jullie? Ook al interesseert het jullie niet, ik wil gewoon een voorspelling horen. 4-1. 5-1. Jij, Vink? 2-0 Katwijk. 2-0 Katwijk. En dan wil ik me afsluiten. Ik wil jullie allemaal bedanken. Ik wil jou bedanken. En ik hoop jou een keer bij een challenge te zien. Ja. En succes met alles. En ook een beetje opleiding voor scheidsrechter. Want dat is toch een opleiding. Krijg je er ook... Moet je ook echt een papiertje ervoor halen? Want ben ik even vergeten van. Ja. Nice. Krijg die diploma alles. Wanneer haal je die, denk je? Ik hoop in december. Is dat eigenlijk moeilijk zo'n... Oh, we gaan verder. Ja, prima. Ga door. Is dat moeilijk zo'n diploma? Van scheidsrechter. Ik zal niet weten, ik heb net één les gehad. Oké. En hoeveel lessen krijg je? Vier. Vier lessen. In december, als je hem haalt, wil je dan even een DM'tje sturen en dan komen we even een fotootje maken. Ja. Top. Vet man. Ik wil jullie bedanken voor het kijken naar Voetbalfits. Tot de volgende keer.